Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 27 maart van Weerplaza. Er was vandaag overwegend veel bewolking, maar vanochtend brak toch hier en daar de zon even door. Het trok een zwakke storing van west naar oost over ons land. In Groningen bleef het nog lange tijd droog. En van het westen uit begon het te regenen in de loop van de ochtend. Ook vanuit de weercomputer kunnen we dezelfde situatie bekijken. Vanavond wordt het op veel plaatsen droog, maar morgen krijgen we opnieuw te maken met een gebied met neerslag en dan kan er veel meer regen gaan vallen. Vanavond en vannacht valt er nog wat lichte regen of motregen, vooral in de oostelijke helft van het land, en de temperatuur daalt niet verder dan 4 of 5 graden, en de wind is zwak tot matig vanuit een westelijke richting. Morgen krijgen we te maken met een lage drukgebied. Het trekt via het zuiden van het land. En brengt toch enige tijd regen. Vooral in de middag kan het flink regenen. Er kan zo'n 10 tot 20 mm plaatselijk vallen. En daarbij is het aan de koele kant met 6 tot 8 graden. En verder draait de wind naar het westen en trengt flink aan tot windkracht 4 of 5. Donderdag en vrijdag is het weer wat beter. De zon die breekt af en toe door. Er kan nog wel een enkele bui vallen. En het kwik gaat geleidelijk aan omhoog naar 10 tot 12 graden op de vrijdagmiddag. In het paasweekend is het wisselvallig, met op zaterdag vooral in de noordelijke helft af en toe wat regen. In het zuiden blijft het vaker droog, het wordt 's 10 graden. En als we dan kijken naar paasdagen zelf, de zaterdag en de zondag dus temperaturen van rond de 10 graden, een maandag ook zo rond diezelfde waarde en dat is eigenlijk normaal voor de tijd van het jaar. Na het paasweekend dan gaat het kwik geleidelijk aan iets omhoog. Maar goed, voorlopig is het nog wisselvallig met soms een enkele bui. En temperaturen rond de 10 graden in de middag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.